Mijn naam is Marit Timmers. Ik woon in Leiden met mijn partner en onze dochter van bijna 3 jaar oud. En op dit moment ben ik organisatieadviseur bij de Gelanggroep. Mijn specialisatie zit op organisatiegezondheid, het welbevinden van organisaties. En wat mij betreft begint dat bij de strategie van een organisatie. Dus ik begeleid strategietrajecten. En geef strategisch advies op basis van onderzoeken, bijvoorbeeld rondom besturingsvraagstukken. Inhoudelijk zie je dat bijvoorbeeld het arbeidsmarktvraagstuk steeds meer opkomt. En ook dat bijvoorbeeld het vraagstuk rondom werkdruk en werkgeluk steeds vaker opkomt in gesprekken, ook in strategietrajecten. En ja. Dat ik het heel tof vind om dan te kijken naar van hoe zorg je ervoor dat je strategie er echt op gericht is. Dat je de organisatie weer een stap verder helpt. Focus aanbrengt, maar ook de organisatie weer een stuk gezonder maakt. Ik vind het altijd heel leuk om dat je dus echt de kans krijgt om de vraag achter de vraag te onderzoeken. En dat je zowel in de gaten houdt dat het resultaat is wat er gevraagd wordt, maar dat je ook nog meer doet voor de organisatie. Dus bijvoorbeeld een strategietraject waarin gevraagd wordt om te helpen om een strategisch document op te stellen voor de organisatie. Waarbij je dan tegelijkertijd eigenlijk ook de verbinding in het managementteam meer tot stand brengt. En ook de verbinding tussen het managementteam en de raad van bestuur verbetert. En daardoor eigenlijk de organisatie nog beter in staat stelt om strakjes ook hun strategie ten uitvoer te kunnen brengen. Ik ben bij de OOA terechtgekomen omdat binnen de Gelanggroep hebben wij de werkgroep kwaliteit. Die zich bezighoudt met de ISO-certificering en ook in het algemeen hoe we als organisatie kijken naar kwaliteit en hoe we ons vakmanschap kunnen verbeteren. In deze werkgroep kwam onder andere het framework van de OOA aan bod, omdat wij daar ook naar kijken als het gaat over vakmanschap. Uit mijn hoofd is dat het BOX-framework. En daar ben ik me toen in gaan verdiepen. En ik vond het eigenlijk heel mooi dat er dus een organisatie is die voor de organisatieadviseurs zich bezighoudt met vakmanschap en kwaliteit. En dat je op termijn ook je kan certificeren bij de OOA. En dat je dan dus toch iets ook aan je klanten kan laten zien van hey, ik neem mijn werk serieus en als je mij inhuurt, dan kan je daar ook dus bepaalde kwaliteit verwachten van het werk wat ik lever. Ik heb wel twee literatuurtips. De eerste is The Core. Het is een boek geschreven door een dokter, Dr. Aki Hintsa. En hij is begonnen om Formule 1 coureurs te begeleiden om echt het beste uit zichzelf te halen. Dus hij verenigt eigenlijk dat je een doel echt hebt en dat je daaromheen echt ervoor zorgt dat je in optimale gezondheid bent, zodat je de beste performance, dus de beste resultaten kan behalen. En vervolgens is hij dat dus als adviseur ook in bedrijven gaan doen. Ik vind het een heel mooi concept dat je er dus voor zorgt dat iedereen in je organisatie in staat wordt gesteld om eigenlijk echt het beste uit zichzelf te halen. En dat je daarmee dus ook als organisatie als geheel weer veel betere resultaten kan halen. Dus ik gebruik veel elementen uit dit boek. Vervolgens het boek The Strategy Journey. Omdat het begint bij de strategie, dat je een focus aan kan brengen voor als organisatie zijnde. En dat je dus je medewerkers ook kan inspireren. Maar vervolgens moet het natuurlijk wel ook levend worden en moet geïmplementeerd worden. En dit boek geeft hele mooie handvatten om zowel
stil te staan bij hoe kom je nu tot een goede strategie, maar ook hoe neem je nou de stappen daarop en hoe wordt het een soort van loop. Dus dat het levend blijft en het maakt gebruik van data. En ook gaat het in op dat je steeds meer in samenwerking met allerlei andere organisaties werkt. Dus dat jouw strategie ook in lijn moet zijn met het netwerk waarin je samenwerkt. Dus ook ja, elementen die gewoon nu belangrijk zijn voor organisaties zijn hierin meegenomen. Dus deze twee boeken zijn voor mij belangrijk, geven mij handvatten om mijn werk weer beter te kunnen doen.